Dit is de brug die 5 jaar een kwelgeest voor me is geweest. Door veroudering kon deze brug al die tijd niet open en dicht. Alleen lage boten konden er doorheen. De gemeente Hollands Kroon besloot gisteravond om de brug te vervangen voor een beweegbare brug. Zodat ook schepen met een hoge mast naar de werf kunnen. Ik word weer voor 100% bereikbaar. Omdat je zo door kunt varen. De afgelopen jaren was dat niet het geval. Dat heeft flink wat geld gekost. Ongeveer 50.000 euro schat erop. Of hij dat gaat verhalen op de gemeente, weet hij nog niet. Het is dus niet het geld van een bepaald iemand. Het is belastinggeld van iedereen. En zelf hoop ik ook altijd zo weinig mogelijk belasting te hoeven betalen. En dit soort zaken, in dit geval ben ik dan sociaal. De gemeente verwacht de nieuwe brug in de loop van 2018 op te leveren. En vanaf dan kunnen dus alle boten naar de scheepswerf van Rob. Hoe blij was u gisteren dat u dat bericht hoorde? Nou, super cool, wat ik u al zei. Ik was erg blij. Ja.